Hey, hey. Welcome to Hippocarens Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je bekijkt. Dankjewel. Dit is een van de mini jam potjes. This is one of the mini jam jars. And they're really cute for packaging. En zijn erg leuk als verpakkingje. Je kunt er heleboel leuke dingen mee doen. Je kunt er natuurlijk jam in doen. Of course you can put jam in. But it's plastic, so don't put piping hot jam in it. Maar doe er geen kokend hete jam in, want dan smelten ze. Ze zijn geschikt voor voedsel. They are food safe, but nothing hot. Maar geen hete dingen. Ze komen in een doosje van 6 stuks. Dat is dus mooi verpakt. And the diameter is 2.25 inches. Dus de doorsnede is 2.25 inch. Dat is 5,7 centimeter. They're 2.5 inches high. 6,4 centimeter hoog. En als je een layering circle wilt gebruiken, dan is het mijn nummer 5. Mine is number 5 by number. But I'll explain that in a different video. Dan ga ik het in een andere video uitleggen. Ik ga deze gebruiken als een cadeautje voor iemand die helemaal van koffie houdt. This is going to be a present for somebody who really likes coffee. And I've made this box for it. En ik heb er dit doosje voor gemaakt. Het heeft een verhoging. There's an insert so that my jar is a bit higher. Put the lid on. And I think it's a nice present. En ik denk dat het zo wel een leuk cadeautje is. Nou, ik ga je laten zien hoe je dat doosje kunt maken. I'm going to show you how you can make the box. I'm going to use the Nothing's Better Than stamp set. There is a die set with it, Love You More Than, de Liever Dan stanzen. But I'm just using the stamps. Ik ga vandaag alleen maar de stempels gebruiken. Ik gebruik ook de gestikte rechthoeken, de stitched rectangles. En deze twee, these two. Now, I should explain to you, I always number my dies if they're in a set. Ik nummer ze altijd als ze in zo'n set zitten. Bij mij is de grootste 1 en de kleinste is 8. The largest one is 1 and the smallest one is number 8. It's an easier reference for me to remember which I've used. Het is makkelijker voor mij voor referentie om te weten welke ik gebruikt heb. Nou, ik ga vandaag gebruiken nummer 5 en nummer 6. Dat is dan de 1, 2, 3, 4, 5e. To the 5th one and the 6th one from outward in. Okay, I'm going to use those. I'm going to stamp in early espresso and cinnamon cider. And I'm working on thick, very vanilla cardstock. And I'm using a scrap and cinnamon cider and a scrap of cinnamon cider as well. First, let's do some scoring. And my piece of thick vanilla cardstock. First I'm going to put the score lines with the short side top, and I'm going to score at 1.5. I was just checking overhead to see if I'm still inside of the camera. 1.5 and 5.25. Dus 1.5 and 5.25. Doe het expres, want ik ga tussen deze twee lijnen stempelen. I did this on purpose, because I'm going to do my stamping in between those two score lines. Zo, terwijl ik toch aan het stempelen was, besloot ik om ook maar even het dichtste te stempelen. While I was at it, I decided to stamp the lid as well. Okay, now with a long side top, lange zijde boven, you're going to score at every 2.25 inches, elke 2/4 inch. So that's 2.25, 4.5, 6.75, and then 9. 2.25, 4.5, 6.75 en 9. Dan ga ik eerst het raampje snijden. First I'm going to cut the window. And for that I'm going to measure from the bottom upwards. Daarvoor ga ik vanaf de bodem omhoog afmeten. En dan moet ik twee, een beetje een moeilijke maat, it's a difficult size, in, where's my pencil? There we are.
You need to measure at, and I'm checking my notes now, at 2/3 16ths of an inch. 2/3 16ths. So you go to 2 1/4 and then you move one down. 2 1/4 mark and then one down. That's 2/3 16ths. And then I'm drawing a line. Teken een potloodlijntje zo. En dan ga ik daar mijn stans op leggen. En dat is dan de kleinste van de twee die ik ga gebruiken. De smallest. Well, the smaller of the two dies that I'm going to use. And you're going to cut in the middle, you see. In het midden loopt de snijlijn. Dus ik leg die middenlijn ongeveer op mijn potloodlijn. So I'm putting that middle line roughly on my pencil line. And I'm trying to make sure that it's in the middle somewhere. En ik probeer ervoor te zorgen dat hij ergens in het midden zit en dat hij recht ligt. And of course that it's straight. I'm just checking. This should be it. Dit is hem ongeveer. Ga ik hem even vastplakken. I'm going to adhere it and then I'm going to die cut it. En nu ga ik even kijken of ik hem werkelijk in het midden had liggen. I'm going to check if I really had it in the middle. Because if I have, if I felt this enough, it should, well, nearly perfect, you see? Just a 16th of an inch out. 16e inch ernaast. Nou, dat is niet zo'n ramp. That's no problem. I'm going to die cut the window around it. This one I mean, the frame around the window. Het raamwerkje rondom het raam. En dat doe ik met zo, een stukje cinnamon cider. En dan ga ik eerst eventjes mijn twee standjes op elkaar plakken. I'm going to stick my two frames together, the stitched rectangles. And I need a smaller one. I have these in various sizes. Ik heb deze in verschillende maten liggen. Kijk dan. Steekt het er niet aan de zijkanten uit. It doesn't peek out along the sides. And is this straight? No, it's not. Be more careful, Karin. You do want it with an equal margin. Je wil echt wel dat het een gelijke... Wacht even. Ik leg ze even op mijn siliconen matje. I'm putting on a silicone craft sheet. And they don't slide around that much anymore. Kijk, dan bewegen ze niet meer zo makkelijk. Nu kan ik hem makkelijker op elkaar plakken. Deze nog een beetje rechter. This is the Tombow Liquid Glue, but I've put it in a bottle with a really small nozzle. Ik heb dat in zo'n flesje gedaan met een klein spuitmondje. Dan kun je makkelijker heel kleine dopjes doseren. It's easier than to put those small dots on, because you don't want too much glue. It'll ooze out. Je wilt niet te veel lijm hebben, want dat komt er allemaal onderuit en dan wordt het een smeerboel. En dan put ik een blok on top en ik leg daar zo'n blok bovenop. Dan kan die even goed drogen. Then it can dry. Meanwhile, I'm going to make the lid for you. And this piece is cinnamon cider and it is 4 3/8 by 4 3/8. And I'm going to score this on all four sides at 1/2 inch and 1 inch. Ik heb het aan twee kanten bestempeld. I stamped on both sides of the paper. Because then I think when you open the box the lid looks fine as well. The only difference is that here I forgot to put the steam in. Ik heb hier vergeten, de stoom vergeten. Maar dat ga ik nu met deze rectificeren. Right, then you need your snips. And on two sides I'm going to cut up along those four score lines as far as the second score line. De overkant ook, de opposite side. And then with these
long bits, you have to wedge them. Dus die lange, smalle stukken, die moet je schuin inknippen. Dan heb je zoiets met die losse flapjes. Nou, die maak ik een beetje korter. I'm going to shorten them slightly. And then I wedge them. En dan knip ik ze schuin in. Dan leg je hem zo neer en je gebruikt je sealplas om hem in elkaar te zetten. Eerst een beetje zo langs deze zijde en die vouw je om. Ook deze zijde. Dan vouw je hem even goed om. Vul die twee op, vul de flaps in. Vouw je die flapjes even naar binnen. En dan ga je dus dat tape daar, daar en daar erop zetten. Dus in een soort van U-vorm, in een kind of U-shape. So, that's one. Kijk, en dan kan je hem zo naar binnen vouwen. You can fold it in. Make sure that your corners align. Dan zorg je ervoor dat die hoekjes mooi aansluiten. En dan doe je hem vast. En dan plak je deze flap eroverheen. Zo, you fold that flap over. And then again make sure you use your bone folder to press down. En weer met je vouwbeen goed aanduwen. Dus nog een keer flapjes even uit de weg. Dan zet je daar. Daar. En hier ook weer langs de kant. Towards the edge. So I'm putting a bit nearer the edge. Then fold in the corner. Het hoekje naar binnen vouwen. Het is een klein dekseltje, dus it's a tiny lid, so it's a bit fiddly. Het is een beetje pieterpeuterig allemaal. Zo. Nou, dan is het dekseltje vast klaar. That is the lid finished. I'm going to continue with the box, because this has dried. Dit is nu echt wel droog. And now it's just cutting. Nu alleen maar knippen. Pak even een grotere schaar. I'm getting a larger pair of scissors out. This is the bottom. You cut up those four score lines. You wedge the glue flap here as well. This is the front, this is the back, so these are making my side flaps and you wedge the side flaps. Dus die zijflapjes, die knip je schuin in. Dus eigenlijk dus de eerste en de derde. So the first and the third one. I'll show you. See? Front, back, side flaps. Then the top. You wedge and you cut up those score lines. And here you cut away the score line. Hier knip je dus eigenlijk gewoon die rillijn eruit. En hier knip je ook schuin af. And a small wedge. This is all the cutting done. You need some tearing tape and you need some, well, you can put tearing tape along the top all over, but for the first three I'm going to use my Sealplas. Is wat sneller. For the eerste drie gebruik ik Sealplas. It's quicker. Leave that for a minute. Die laat je nog even zo. Daar gebruik ik tearing tape voor. I'm putting tearing tape on it for that. And for the other glue flaps as well. En ook voor de andere plakflapjes gebruik ik tear and tape. Aan de binnenkant
dit is je voorkant, tussen die twee in. This is your front. There you, whoops, you put your tear and tape in a U-shape. Daar zet je het tear and tape in een U-vorm op. Zal niet zo makkelijk te zien zijn, denk ik, want de kleur is bijna hetzelfde. The color is almost the same, so it may not be easy to see on camera. The back flap, you just put two pieces of tear and tape along those two smaller edges. Stukjes tear and tape langs die twee smallere randjes. Even goed aandrukken. Press down well. Zo. Nou, dan leg je hem zo neer. En de reden waarom ik deze open laat, is dat je straks heel mooi over dit flapje heen vouwt. The reason why I'm leaving it like that for a minute is that when the box is together, you can push that flap over this blue flap. It just looks more neat, I think. Ziet er wat netter uit, vind ik. Even kijken, zo. Dan gaan we de achterkant eraf halen. Dan vouw je je doosje zo dubbel. You just fold over your box. I see a bit of pencil line sticking out. Ik zie nog een klein beetje potloodlijntje eruit steken. Nou, dat gummen we dan weg. Zo. Just erase it. Now I can, it's easy because I can put my hand through the hole. You can remove the backing and you have a neatly finished top. Heb je ook een mooi afgewerkte bovenkant. Ik ga eens even hier wat papier weggooien. I'm going to remove my bits and pieces here. Voor die end up on the floor. Voordat ze op de grond terechtkomen. Nou, dan de bodem in elkaar zetten. De twee streepjes is de achterkant. The two strips of tear and tape are the back. So you do those first. So you fold in your side flaps. Je vouwt die zijflapjes naar binnen. En dan van bovenaf kijken dat je hem mooi recht hebt. From the top you just check. It's nice and straight. Push down. And I can fold over the front. Nu kun je daar de voorkant overheen vouwen. Ook hier weer even kijken dat het doosje recht is. Make sure your box is straight. There we go. Nou, dat is het doosje bijna klaar. That's the box. Almost finished. Oh, I see my battery is running out. Today is a day with problems. I'll put in a new battery. Hang on. Ik heb een extra batterij, dus die kan ik heel snel uitwisselen. I have an extra battery, so I can quickly exchange batteries. That's not the problem. You just have to notice that your battery is running out. Je moet alleen wel even zien dat je batterij opraakt. Kijk, zie je? Het doosje, dekseltje past prima. So the lid fits beautifully. And now for the insert in the box. So I can put my tin, my channel a bit higher. Ik wil dat potje een beetje hoger hebben. Nou, voor dat inzetje heb je een stukje vanilla cardstock nodig. En dat moet zijn 2¾, maar eentje eronder. So you just cut it a bit, just a bit smaller than 2¾ inches. So you go to the 2¾ inches and then you move one down to the right. Then you get a 16th off. Dan haal je 1/16 inch af. Dus dat nog een keer laten zien. Dus je gaat naar de 2¾. En dan beweeg je er eentje naar rechts. One down. And you cut. And while I have my trimmer out, I can do my scoring as well. And you're going to score at 1/4 inch. En je rilt rondom op 1/4 inch. Ik heb nu toch mijn trimmer hier liggen. Dus ik ril maar even zo. Because I have my paper trimmer out. I'll just use it to do my scoring. After 1/4 inch, it's a bit easier than your Simply Scored. En voor 1/4 inch is het ook wat makkelijker dan op je Simply Scored, want ik kan hier het papier niet vasthouden. I can't hold the paper there. So I take whichever scoring tool I prefer for a particular job. Ik neem altijd welke gereedschap ik nodig heb voor het karweitje waar ik het voor nodig heb. Nou, die vouw je om die randjes. You fold over your edges. There's no need to use glue for this. Hier heb je geen lijm voor nodig. Maar je moet wel even knippen. Nu
do need to do some cutting, and I'm going to windmill. So I'm going to cut up and wedge. So, on the kwartslagdraai, you turn a quarter turn, and then you again you cut up and you wedge, and you go around all four corners. So turn again, weer draaien, knippen en schuin afknippen, en de laatste knippen en schuin afknippen. Zo. Nou, dan vouw je die flapjes naar binnen. You fold in your tiny little flaps. And then you fold the edges up. En dan vouw je de randjes omhoog. Kijk, en dan heb je zo een opvolgingetje. This you can use to elevate your jar. So you put it in. And when you push down, you have to be careful with that corner there. Als je naar beneden doet, moet je een beetje opletten bij dat hoekje. Maar dan moet je het wel inpassen. It has to go... There we are. See? Now you can put your... Oh, I'm going to put coffee beans in. Ik zal ook even koffiebonen erin doen, natuurlijk. Zo. Ah. Dus vacuum. Dus erg strak. Ah, was nog niet helemaal los. It was still vacuum. I don't drink coffee myself. Ik drink zelf geen koffie. Lust het niet. Don't like it at all. But I love the smell of coffee beans. Maar de heerlijke geur van koffie vind ik wel heel fijn. Zeker als die vers gemalen is. Especially when you have freshly ground beans. Zo. So. Put the lid on. Coffee beans over there. Put my gift box in. And there we are. En daar heb je hem dan. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Bye bye.